De middelbare school en ik, die konden nou niet bepaald lekker door een deur samen. Maar ja, wat moet je doen om die tijd door te komen, zes jaar lang? Nou, lol trappen dus. Wij hadden een geschiedenisleraar, een hartstikke goede vent en die deed een experiment. Er waren namelijk verkiezingen, landelijk, en wij gingen schaduwverkiezingen doen, maar dan wel met de echte, traditionele partijen. En dan was bij ons de VVD nogal oververtegenwoordigd in die school en de D66 als een goede tweede. Dus mijn goede vriend Bas en ik besloten de Partij van de Arbeid op te richten. Gewoon om een beetje een been in de S te zijn. Dat vonden we leuk. Uh, Bas had uh, portefeuille verkeer en waterstaat onder zijn hoede en die wilde de vierde verdieping asfalteren voor de doorstroming. En we wilden de conrector de monumentenstatus geven, dat soort dingen. Dus Bas verkeerde en Waterstaat en ik was lijstrukker. Dat soort dingen. De man van de VVD uh, was not amused, want hij wilde gewoon echt er iets van maken. Ja, en wij namen die hele politiek niet serieus. Want wij hadden ons eindexamen gedaan en we zaten op de uitslag te wachten, dus fuck you. En trouwens, ik neem politiek nog steeds niet serieus. Dus vandaar dat ik ook eigenlijk nooit meer verkiesbaar heb gesteld. Wat ook wel in het landsbelang is, denk ik.